Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Mijn naam is Marleen Ram, ik ben conservator kunst in Tijlers Museum. En vandaag film ik niet in het museum, maar ik ben in de studiezaal. Hier kunt u doorgaans op afspraak tekeningen en prenten uit de collectie bekijken. En dit is tevens mijn werkplek. Hier achter mij ziet u mijn bureau. Voor vandaag heb ik een paar hele bijzondere tekeningen uit de collectie tevoorschijn gehaald. Het betreffen werken van Hendrik Goltzius, de Haarlemse kunstenaar uit de 16e eeuw. En het Tijlers Museum heeft een hele mooie collectie tekeningen van deze kunstenaar. En die worden bewaard in een hele mooie albums. En als ik hier het beeld zo draai, ziet u hier het album liggen. Een prachtig roodlederen band met goud afgewerkt en hier ook een mooi floraal motiefje. En als ik hier zo dat album openmaak en er doorheen ga bladeren, komen we de eerste tekeningen van Hendrik Goltzius al tegen. Nou, op deze manier werden in de 18e eeuw tekeningen bewaard bij verzamelaars. En dat gebeurt nog steeds in het Tijlers Museum op dezelfde manier. Nou, voor vandaag heb ik een selectie gemaakt van werken van Hendrik Goltzius uit het museum. Om te beginnen wil ik jullie deze prent laten zien. Dit is het portret van Hendrik Goltzius. Want wellicht kent u hem helemaal niet. En dat is niet zo gek. Want Hendrik Goltzius is een kunstenaar uit de 16e eeuw. En een eeuw die eigenlijk de afgelopen eeuwen niet heel goed bestudeerd is door kunsthistorici. Er was veel meer aandacht voor de 17e eeuw. De gouden eeuw van de Hollandse schilderkunst. Met kunstenaars zoals Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen. En pas in de tweede helft van de 20e eeuw is er veel meer aandacht gekomen voor Hendrik Goltzius. Nou, dat mag ook wel, want Hendrik Goltzius was in zijn tijd wereldberoemd. Het kwam met name door zijn prenten die wijd verspreid raakten. En hij was net als Rembrandt een echte duizendpoot. Hij maakte prenten, tekeningen en schilderijen. En tevens graveerde hij ook glas. Nou, deze prent is gemaakt door Jan Harmszoon Muller, een tijdgenoot van Goltzius. En deze prent werd gemaakt in 1617 en kan gezien worden als een eerbetoon aan Goltzius, die in datzelfde jaar kwam te overlijden. En Goltzius samen met Jan Harmszoon Muller en Karel van Mander introduceerde het Hollandse manierisme in de Nederlanden. En dat is een stijl afkomstig uit Italië, die vooral heel erg herkenbaar is door de figuren. En die figuren zijn vaak heel erg lang, uitgerekt, in hele elegante houdingen, lange nekken en ledematen en in verhouding tot het lichaam erg kleine hoofden. Ook een hele dynamische compositie is ook heel kenmerkend voor die stijl. En dit is een vroege prent van Hendrik Goltzius uit 1585. En hierin is die stijl duidelijk aanwezig. We zien overigens Venus en Mars, het overspelige paar dat hier ontdekt wordt door Vulcanus die woest het laken van de blote lichamen aftrekt. Goltzius is eigenlijk een Duitser, want hij werd geboren in 1558... in een plaatsje over de grens bij Venlo. Maar in 1577 reisde hij naar Haarlem, waar hij eigenlijk de rest van zijn leven woonachtig bleef. En vooral in die beginperiode van zijn carrière maakte hij heel veel prenten, zoals dit werk hiernaast. En hij maakte ook allerlei portretjes, zoals deze werken hier, in een techniek. Zilverstift of metaalstift op perkament. En dat waren portretjes van vooraanstaande burgers, zoals de burgemeester van Haarlem, Willem van Oranje en zijn vrouw. Maar ook zijn collega-kunstenaars moesten er aan geloven, want dit is het portretje van Cornelis Cornelissoon van Haarlem. Een tijdgenoot van Goltzius, hier getekend op 22-jarige leeftijd. En Van Haarlem was ook een hele beroemde kunstenaar. Hij werd later ook bekend als de Michelangelo van het Noorden, omdat hij in zijn schilderijen heel veel blote figuren en gespierde lichamen weergaf. Deze techniek is heel bijzonder, want we zien de
perkament is geprepareerd met dierenlijm. En daardoor werd het perkament hard en ruw. En als je er dan overheen ging met een metaalstift of zilverstift, dan liet dat sporen metaal achter. En zo kon je dus heel makkelijk tekenen. Het lijkt eigenlijk een beetje op potlood, maar het is het niet. Nou, dit soort tekeningetjes zijn waarschijnlijk afkomstig uit een schetsboek dat Goltzius overal met zich meenam. En later is dat schetsboek uit elkaar gehaald en zijn de kleine tekenetjes vaak ook nog kleiner geknipt. Nou, dit is ook een heel mooi voorbeeld van zo'n zilverstift tekeningetje. We zien hier de 13-jarige Jacob Mattam. En Mattam was ook kunstenaar en hij was tevens de stiefzoon van Hendrik Goltzius. Goltzius die trouwde in 1579 met de 30-jarige weduwe Margaretha Jansdochter. En uit een eerder huwelijk had zij een 8-jarige zoon, Jacob Mattam. En Mattam ging in de leer bij Goltzius en werd ook een van de beroemdste kunstenaars, graveerders uit die tijd. En hier zien we hem dus op 13-jarige leeftijd. En wat opvalt is dat het portretje niet volledig is uitgewerkt. Eigenlijk alleen het hoofd. En de arm is helemaal volledig gedetailleerd. En het laat eigenlijk goed zien hoe Goltzius te werk ging. Eerst zette hij de voorstelling schetsmatig op papier en daarna werkte hij onderdelen uit. En als je heel goed inzoomt, zie je ook hoe fijn hij werkte. Met allemaal hele dicht op elkaar geplaatste arceringen. Tekende hij schaduwen en die vervolgens ook weer vervaagde met een doezelaar, waardoor je een heel mooi fluweelachtig effect krijgt. Nou, na een tijdje werkzaam te zijn geweest in Haarlem, vertrok Goltzius in 1590 naar Italië. En hij deed dat per boot naar Hamburg en daar ging hij te voet verder naar München. En omdat hij al heel erg bekend was, ook in het buitenland, dankzij die verspreiding van zijn prenten, reisde hij incognito. En dat leverde soms hilarische taferelen op, want Karel van Mander schrijft bijvoorbeeld dat hij in München was op bezoek bij een kunstenaar. En daar werd hij gehouden als Hollandse kaasboer, gezien als Hollandse kaasboer. En dat spel speelde Goltzius mee, want hij liet zelfs, hij belde niet op natuurlijk, maar hij schreef naar zijn familie in Haarlem dat hij een kaaspakket naar de vrouw van de kunstenaar wilde opsturen. En dat gebeurde ook daadwerkelijk. Toen hij in Italië aankwam, dus hij reisde via München naar Venetië, Bologna en Florence. En uiteindelijk kwam hij in het begin van 1591 aan in Rome. Hij had geen slechter moment kunnen bedenken, want er was net een heftige pestepidemie aan de gang. De lijken lagen op de straat, het stonk er verschrikkelijk. Maar dat deerde Goltzius niet. Hij begon meteen met het natekenen van antieke beelden. En het Teylers Museum heeft daar een hele mooie collectie van. Hier zien we een aantal tekeningen. En hij begon eigenlijk meteen met het natekenen van de beelden die in de buitenlucht te zien waren. Zoals bijvoorbeeld deze beeldengroep, de Dioscuri. En die stonden in de 16e eeuw op het Quirinaal. Dat is een van de zeven heuvelen in Rome. Tegenwoordig zijn de reproducties van deze beelden nog te zien. En die beeldengroep, voor degene die ze wel eens heeft, in het echt heeft kunnen bewonderen, ze zijn uitzonderlijk groot. Meer dan 5 meter hoog zijn ze. En ze stellen paardenrenners voor. En om dus een volledig zicht te hebben op die beeldengroep, moest je dus best wel op een afstandje staan om zo goed het hele beeld te kunnen aanschouwen. En daarom is het ook zo bijzonder hoe gedetailleerd Goltzius deze tekeningen heeft gemaakt. Terwijl die juist op zo'n afstand stond. Je ziet ook allerlei details, zoals hier. De aderen in de buik van het paard. Die mooie lichtval op de spieren van de paardenrenner. En hieronder, een leuk detail hieronder, zien we toeschouwers. En die voegden Goltzius toe aan de voorstelling om zo de schaal aan te duiden. Eigenlijk banana for scale, maar dan met mensen. En als je goed kijkt, het tweede blad, dit zijn losse bladen nu, maar ze waren ooit
vormden ooit één geheel. Want als je goed kijkt, ziet u dat deze lijn van de muur erachter loopt door op het volgende blad. En als u ook wat hier recht helemaal onderaan inzoomt, dan zien we nog een wijsvinger van een van de toeschouwers op het andere blad. Ze zijn met elkaar in gesprek en ze kijken naar de beeldengroep rechts. Goed, naast beelden in de buitenlucht tekenden Godjes ook beelden in privécollecties. Bijvoorbeeld in die van het Palazzo Farnese. Nou, dit is een wereldberoemd beeld, de Hercules Farnese. En die staat tegenwoordig in Napels. Ik laat even een beeld zien. Maar in de 16e eeuw, toen Godjes deze tekening maakte, stond het beeld in de beeldentuin van de kardinaal Alessandro Farnese. En hij had het beeld gekocht in 1546, toen het werd opgegraven in Rome. En het had een bijzonder plekje in zijn tuin, want heel veel kunstenaars kwamen naar zijn beeldentuin toe om deze prachtige Hercules Farnese na te tekenen. Het is echt een heel indrukwekkend beeld, bijna 3 meter hoog. En Godjes stond bij het tekenen van dit vooraangezicht waarschijnlijk op een verhoging. En had daardoor zicht recht op die gespierde bovenbenen. En hij keek ook bovenop de voeten van de Hercules. Hier zie je nog heel schetsmatig een toeschouwer. En deze tekening is uitgevoerd op blauw papier. En dat papier, dat is een middentoon eigenlijk. En door alleen met zwart en wit krijt op blauw papier te tekenen, kon je heel goed het relief en het 3D-effect van die spieren en het volume van het lichaam heel goed weergeven. Vooral dat hele indrukwekkende sixpack is supergoed en gedetailleerd gedaan. Nou, we zien dus Hercules, de halfgod. Hij leunt een beetje nonchalant op zijn knots, waar overheen de gestroopte huid van de Nemische leeuw te zien is. En Godjes tekende niet alleen de voorkant, want het Zeilers Museum heeft ook een prachtige studie van de achterkant. Misschien wel nog indrukwekkender dan de voorkant. Want je hebt hier heel goed zicht op de gespierde achterkant van Hercules met enorme dijen, gespierde billen en die indrukwekkende rugpartij. Ook weer gedaan op blauw papier en met wit gehoogd, waar je heel mooi die spieren ziet uitkomen. Als je ook heel dicht inzoomt, bijvoorbeeld heeft Evel hier op zijn linkerbil, zie je ook hoe Godjes met ronde arceringen dat volume heeft weergegeven. Godjes heeft er uiteindelijk voor gekozen om deze tekening uit te brengen in prent. Daar hebben we ook een mooi voorbeeld van. Hij voegde aan de voorstelling, ook weer toeschouwers toe voor de schaal. En hij plaatste het beeld in de ruimte door ook de wolkenpartij rondom weer te geven. En waarschijnlijk wilde Godjes dat voor al zijn tekeningen doen die hij in Rome had gemaakt. Maar dat is er helaas niet van gekomen. Slechts 3 prenten naar tekeningen uit Rome heeft hij uitgegeven. Waaronder dus die Hercules Farnese. Terug in Haarlem verandert zijn tekenstijl eigenlijk een beetje. Hij maakt niet hele manieristische werken meer, maar zijn figuren worden wat klassieker, wat realistischer. Zoals hier, dit is een goed voorbeeld van die wat latere stijl. Een tekening, een voorstudie voor een schilderij in Karlsruhe. Ik laat er even het plaatje zien. En er is iets heel leuks aan de hand met deze tekening. Ik laat het even zien, een detail. Je ziet namelijk dat rondom Maria het blad is uitgeknipt. Even kijken hoor, zodat ik het goed kan laten zien. Hier loopt een lijn. En die gaat zo naar beneden. Dus die hele figuur van Maria is uitgeknipt. En waarschijnlijk was Godjes niet tevreden met de compositie. En heeft de figuur van Maria dus uitgeknipt en hoger geplaatst. En nog een extra strook papier aan de onderkant toegevoegd. Om het papier weer een geheel te maken. Dat is een mooi knip-in-plakwerk.
Goed, eenmaal weer terug. Nee, ik moet nog één ding vertellen. In Rome, toen hij daar aan het reizen was, in Italië, als hij dan kunstenaars tegenkwam, maakte Goltzius wel eens portretten van hen. En het is een portretserie geworden, waarvan Tyler's Museum een heel indrukwekkend portret heeft. Namelijk dit portret van Jean Bologna. Dat is een Vlaamse beeldhouwer die Goltzius in Florence tegenkwam. En het is ik vind dat een van de indrukwekkendste portretten uit die serie. Het is echt bijzonder gedetailleerd getekend. Vooral als je inzoomt op zijn ogen. Een hele mooie, intense blik heeft hij. En er is ook met heel veel aandacht heeft Goltzius die kraaienpootjes getekend. De fronsende wenkbrauwen. Ook een beetje zo die beetje viesgele snor van hem. Het is echt een heel indrukwekkend, intens portret. En wat deze tekening ook zo interessant maakt, is dat het hoofd eigenlijk heel erg gedetailleerd is getekend. In rood krijt en zwart krijt. Dat is een techniek die vooral in Italië veel werd toegepast. Maar dat tegelijkertijd de rest van de tekening heel schetsmatig is uitgevoerd. En dat maakt het juist zo interessant om naar te kijken. Tegelijkertijd zie je een heel gedetailleerde kop. Maar ook dat lichaam daaronder is super schetsmatig gemaakt. Nou, van het ene portret gaan we naar het andere portret. Van Goltzius' hond, waarschijnlijk. En het is moet dat heel erg lachen als ik deze tekening zie. Omdat het op dezelfde manier getekend is als de manier waarop Goltzius ook zijn portretten van mensen maakte. Vanaf de schouder gezien en met de kop licht gedraaid, maar tegelijkertijd wel de ogen kijken je wel direct aan. Zeg maar op dezelfde manier waarop Goltzius ook dit portret maakte. Dus we kunnen hier waarschijnlijk echt wel spreken van een portret van een echt bestaande hond. En er zijn genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat dit ook het huisdier van Goltzius was. Want in het werk van Goltzius, in zowel prenten als tekeningen, komen we dezelfde hond steeds tegen. We hebben hier ook een mooie prent. En daarop zien we diezelfde hond eigenlijk. Het is een patrijshond. En ook in de collectie van de Fondation Custodia in Parijs bevindt zich een heel schattig tekeningetje. Van diezelfde hond, maar dit is hier is iets kleiner. Het is nog een puppy. En waarschijnlijk is het dezelfde hond. Kunnen we er dus van uitgaan dat Goltzius een hondenliefhebber was. Dan naar deze tekening. Ook een, het is geen portret, maar het is wel weer een mooie tekening van een dier. We zien hier een gestrande potvis. En het is zo'n leuke tekening, er is echt super veel op te zien. Deze gestrande potvis heeft veel bekijks. Iedereen komt aangesneld om het enorme dier te aanschouwen. En er wordt ook van alles gedaan. Want je ziet hier bijvoorbeeld rechts zijn ze de staart aan het opmeten. Hier wordt heel erg aandachtig naar de penis van de potvis gekeken. En ook opgemeten. En hier op de voorgrond zijn ze bezig met het aftappen van walschot. En dat is een soort wasachtig vloeistof die in de schedel van de potvis zit. En waar ze vroeger kaarsen van maken. Hier loopt ook een mannetje weg met een emmer waarin die wasachtige substantie dus zit. Het leuke ervan is dat ook op de achtergrond zijn allemaal tenten op het strand gebouwd. En die potvis trok veel bekijks. En dus de Nederlanders dachten meteen, hier kunnen we even lekker handel voeren. En dat maakt deze tekening zo interessant. Er is echt superveel te zien. Het is waarschijnlijk een waar gebeurde gebeurtenis die we hier zien. Want op 3 februari 1598 strandde er in de buurt van Katwijk aan zee daadwerkelijk een potvis aan. En Goltzius heeft waarschijnlijk tekeningen ter plekke gemaakt. Die hij later heeft gebruikt voor het maken van deze uitgewerkte tekening in zijn atelier. Want de anatomie van het dier klopt niet helemaal. Als je goed kijkt naar de positie van zijn oog, die zit veel te hoog. En die puntige
In ieder geval de bovenkaak van de walvis is ook veel te rond. Die moet puntiger zijn. Wat wel weer heel realistisch is weergegeven is het duinlandschap. En dit is een van de eerste tekeningen van het Hollandse duinlandschap. Eigenlijk een genre wat pas in de 17e eeuw heel populair werd. Nou, de laatste tekening die ik jullie wil laten zien is deze bijzondere tekening van een hand. En het is een zogenaamd pennenwerk. En dat betekent een werk wat volledig is uitgevoerd in pen in bruine inkt. En de tekenstijl is bijna gelijk aan Goltzsche's graveerstijl. Dus als je heel goed inzoomt, heeft hij met kruisarceringen schaduwen weergegeven. En je ziet ook van die hele mooie zwellende lijnen. Dezelfde lijnen vind je ook terug in zijn prenten. Het blad is ook heel mooi gesigneerd en gedateerd. Dus het is echt een op zichzelf staand kunstwerk. En dit soort pennentekeningen die stonden heel hoog in aanzien in de 16e eeuw. Zelfs nog hoger dan schilderijen. Want om zo'n pennentekening te maken, kon je jezelf geen fouten veroorloven. Want elke pen, lijn die je zette, moest meteen goed zijn. In tegenstelling tot een schilderij waar je een penseelstreek nog best een keer kon overdoen. Er is veel onderzoek gedaan naar deze tekening. Vooral naar de stand van de hand. Probeer het maar eens na te doen thuis. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Het is best wel moeilijk om zelf die houding aan te nemen. Met die overgestrekte middelvinger en een beetje raar gebogen wijsvinger. Er wordt, in ieder geval Karel van Mander, een van de eerste biografen, die schrijft over Goltzsche's dat hij op 1-jarige leeftijd in het vuur zou zijn gevallen met zijn hand. En daardoor ernstig verbrand raakte. De hand heeft een buurvrouw vervolgens ingezwachteld. En daardoor zijn de pezen in zijn hand aan elkaar gegroeid. En daardoor kon hij op latere leeftijd zijn hand nooit helemaal volledig openen. Een van die theorieën is dat we hier dus de misvormde hand van Goltzsche's zien. En waar die thema's ook door herkend werd. Want een van jullie vragen was ook van, klopt het dat Goltzsche's toen hij in Italië reisde en incognito reisde, zijn hand liet zien om aan te tonen dat hij werkelijk Goltzsche's was? Nou, dat is een verhaal wat is opgeschreven door Karel van Mander in zijn biografie. En dat is een mooi verhaal en misschien is het waar en misschien ook niet. Het is, we kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Maar het blijft een hele mooie, indrukwekkende tekening. En als het echt de hand van Goltzsche's is, dan hebben we hier letterlijk een handtekening van de meester zelf in de collectie. Ik ben een beetje aan het einde gekomen van mijn tour. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.